Waarom zijn jullie tot deze verbouwing overgegaan? Nou, omdat wij graag ruimtes wilden realiseren voor onze leerlingen om te kunnen werken in een omgeving die past bij datgene wat ze aan het doen zijn. We hebben een nieuw studium, dat is hierboven gerealiseerd. Dat is eigenlijk een, voor de leerlingen is het een studeerruimte waar ze zowel kunnen ontspannen, waar een bibliotheek in zit, waar een huiswerkklas in zit. Daarnaast, daaronder zijn twee gymzalen gerealiseerd. Ook is er in een andere vleugel een geheel nieuw technasium en een artium, dus waar de kunststroom gevestigd is. En dus zo zijn er veel nieuwe aspecten, zeg maar, in het oude gebouw bijeengebracht om toch op een eigen tijdse manier in dit mooie historisch gebouw les te kunnen blijven geven. We hebben echt 2,5 jaar gebouwd en de hele voorbereiding, dat is ongeveer nog zo'n tijd erbij geweest, nog zo'n 2 jaar. En we hebben hiervoor gekozen om wel het onderwijsproces hier door te laten gaan in dit gebouw. En niet met de hele school ergens anders naartoe te gaan verhuizen. Dat is op zich is een hele operatie. Dan gaat de bouw wel sneller, maar het heeft ook heel veel nadelen. Dus we hebben ervoor gekozen om hier te blijven tijdens de verbouwing. En ondertussen noodgebouwen neergezet op het sportveld achter. Zodat we steeds konden wisselen, dat we een vleugel konden uithuizen. Zodat we daar konden verbouwen. Dus het is een hele puzzel geweest, maar op die manier konden we wel hier les blijven geven. Nou, het is een gemeentelijk monument. Hè? En met deze invulling in de oude gymzaal hebben we vrij willen houden van de zijwanden van het gemeentelijk monument. Zodat het monument in ere bewaard blijft. En zodat er toch vierkante meters bij komen zonder dat je het gebouw hoeft uit te breiden aan de buitenzijde. He, dus er is een tussenverdieping ingekomen waar het dramalokaal in zit. En daaronder kun je tekenen en handvaardigheid geven. En in die zwevende box, daar heeft het vak drama's in onderkomen gevonden. Dus daar is een modern dramalokaal gerealiseerd. Waarin allerlei vormen van theater uitgevoerd kunnen worden en geoefend kan worden. Ja, De verbouwing aan zich was bedoeld om tot clustering te komen van soortgelijke vakken. Dus alle vakken die met elkaar te maken hebben, zouden bij elkaar in de buurt moeten liggen. Op die manier kun je realiseren dat er weinig geloop door het gebouw is. En dat er dus leerlingen niet iedere keer van de ene eind van de school 135 meter de andere kant op moeten. En dan krijg je dus heel veel onrust in het gebouw. Dus de soortgelijke vakken bij elkaar, clustering van vakken, maakt dat er meer rust in een gebouw komt. Er is heel erg gekeken naar de historie van het gebouw. Het is een gebouw uit 1926, een mooi markant gebouw. En ook de welstandscommissie heeft daar dan natuurlijk een mening over. Dus dan wordt er gekeken, wat mag je met zo'n gebouw doen? Dus er is ook echt gekeken naar de stenen. En dat kan je hier aan de achterkant ook zien. Dat dezelfde stenen zijn gebruikt, zowel bij de nieuwbouw, die dus bij het oude aan de andere zijde gewoon zichtbaar zijn. Dus daarmee maak je er echt één mooi geheel van.